Ga moet dit soort dingen gewoon vertellen om de varkens. De wat? De zware, de varkens. Lustert, je gaat op een varkenstal af. Je gaat naar binnen. Je omarmt de varkens. Je spreekt hen over hun nieuwe leefregel. En je zult zien dat de varkens allemaal heel aandachtig naar haar zullen luisteren. Dan omarmt je ze nog eens en geeft ze een kus namens mij. Franciscus haalt diep asem en God op de knieën. Dank u, heilige vader, voor deze goede raad. Ik ga meteen. En Franciscus snelt naar beneden. Hij komt zijn broeders tegen en zegt: kom mee, broeders. De paus heeft mij een wonderbaarlijke opdracht gegeven. Ze komen in een groot open veld. En Franciscus zegt: ginder is een varkenstal. Ik ga er alleen op af. Hij komt binnen in de varkenstal en hij batst meteen op een dikke dettenzuig. Daarna op een grote beer. En daarna ziet hem al de kleine piggetjes van de familie. En Franciscus opent de armen en zegt: mijn fieke varkens, mijn broeders, mijn zusters. Ik ben hier op bevel van de paus die er mij van overtuigd heeft om mij op te klappen over het evangelie en de liefde die wij voor elkaar zouden moeten voelen. De varkens kijken hem aan met doopgesperde ogen. En Franciscus omarmt ze, kust ze en samen rollen ze door de strand en de drek. En wanneer het hem helemaal onder de mest in de strand zit, wandelt hem terug naar buiten, loopt terug naar de stad. En de broeders die verbluft achter hem aanlopen, denken: komt bij de paleis van de paus, loopt naar boven, want hij kent de weg al. En hij komt bij de paus, groef voor de poort van de pauselijke zaal, waar de paus om tafel zit, met allemaal mensen aan de rang en stand. Prachtige gedistingueerde dames, prinsen en kardinalen, allemaal aan de dis. Franciscus loopt naar binnen en onmiddellijk is er een prinses die luidkeels begint te roepen: God, wat een stank! Waar komt die gare lucht vandaan? Grazie.